Leuk om hier vanavond te zijn. En bijzonder dat deze twee jongens die Fuck You Rain Man zijn, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb eigenlijk nooit F You Rain Man, vind ik heel erg ingewikkeld. Dus ik zeg maar gewoon hoe de voorstelling heet, maar die heeft voor mij persoonlijk ook heel veel betekend. En daar wil ik jullie ook gewoon bedanken. Dat jullie in humor hebben laten zien dat een stukje beeldvorming over autisme heel erg belangrijk is. En dat die beeldvorming niet zozeer alleen te maken heeft met saaie lezingen. Daarmee degradeer ik eigenlijk mijn eigen verhaal meteen. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat het ook op een andere manier zichtbaar is geweest. Ik weet ook dat Jeroen dat gaat voortzetten, maar Rob, dank. En jullie krijgen straks weer een liedje van Jeroen te horen in de pauze. Ik ben Gijs. En voordat ik mezelf voorgesteld, het allerbelangrijkste is, dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier zit. Heb je nou vanavond een vraag? Even hand omhoog, stel hem mij gewoon. Als dat dwars tussendoor is, dan zeg ik misschien, oh, hij komt later aan bod. Maar ik vind het belangrijk dat vraag beantwoord wordt. Wie ben ik? Ik ben Gijs Horvers. En ik ben geen autist. Nee, ik heb autisme. Het is een deel van mijn leven, van wie ik ben. Maar ik ben ook nog gewoon vader, mens, vriend, wat dan ook, wereldburger. Autisme beïnvloedt mijn leven soms op een bepaalde manier. Toen ik 30 was, dus nu bijna 10 jaar geleden, kreeg ik de diagnose autisme. En toen dacht ik, dat is de reden waarom ik er zo vaak op mijn bek ben gegaan. Helemaal duidelijk eigenlijk. Toen ging ik er alles over lezen. Je hebt een grije boek over autisme. Ik weet niet of u een beetje weet welke boeken er allemaal zijn, maar er wordt heel wat geschreven, zeg maar. Er zijn jaarlijks alleen al 2000 onderzoeken over autisme. We weten eigenlijk nog niet helemaal wat het is. Ik ging dus al die boeken lezen en kwam dus weer achter, oké, dat is de reden waarom ik zo vaak op mijn bek ben gegaan. Anderzijds kwam ik erachterheen. Er wordt wel een hele hoop onzin geschreven over autisme. Mensen met autisme kijken je niet aan, ze hebben geen gevoelens en geen emoties. En in mijn SPW-boek, ik dacht uiteindelijk, ik ga maar een zorgopleiding doen. Ik dacht toen nog, ik had ooit gelezen, ik ken uw vijand. Zo moet ik weten wat de hulpverleners dachten, zeg maar. Er stond er in mijn SPW-boek, stond dat mensen met autisme de hele dag likken. Ja, echt, er worden dus de raarste dingen over autisme worden geschreven. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. En ik had jarenlang op de bank gezeten, een beetje websites vormgegeven, veelal thuis zitten, eigenlijk nergens toe komen. En ik ben langzamerhand daar steeds meer ingerold. Ik geef ongeveer 40, 50 lezingen per jaar. De trainingen voor mensen met autisme. Ik begeleid een aantal mensen met autisme. En werk bij het VWS-project vanuit autisme bekeken. En heb het boek geschreven, Plan B, wat daar staat. Ben ik echt een hele slechte verkoper. Want normaal zou je er dan een paar bij moeten hebben. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar als iemand het boek in wil kijken, het staat daar. En het gebeurt jaarlijks echt ongeveer 15 keer dat iemand het boek meeneemt. Vind ik normaal helemaal niet erg. Want dan neemt iemand zeg maar de goede boodschap mee. Deze mag je niet meenemen. Want die is van mijn ouders en dat is de eerste druk. Dus vanavond is ook eigenlijk een bijzondere avond. Dat wil ik u wel even vertellen. Ik heb een groot deel van mijn jeugd hier in Tilburg gewoond. En het is de eerste keer dat ik hier in Tilburg lezen kon leren. Dus daar ben ik echt gewoon blij mee. Het is een soort thuiswedstrijd. Dus daarvoor extra leuk. Ben ik iets vergeten om mezelf voor te stellen? Nee. Ja, vanavond bij de NVA. Wie kent het woord ervaringsdeskundige? Ja, al best wel veel mensen. Maar voor de mensen die het begrip nog niet kennen, zeg maar. Want mij noemen ze ook vaak ervaringsdeskundige. Wat is een ervaringsdeskundige? Moet ik even heel simpel uitleggen, zeg maar. Ik ga even kijken, waar zitten de meeste mensen? Oh ja, hier. Dat is wel even goed. Kijk, als deze drie mensen, zeg maar, hier vooraan in de poep trappen. En u heeft ribbels onder uw schoenen, hè? En u heeft een hak, en dat is ook een hak, maar dat is weer een andere hak, zeg maar. Dus als jullie in de poep trappen, kun je een clubje oprichten, zijn jullie ervaringsdeskundige poep trappen. Het is simpel, hè? De mensen met dezelfde ervaring. Je kunt andere mensen adviseren die ook in de poep getrapt zijn. Waar het vaak misgaat, de beleving van de ervaringsdeskundige, is dat mensen niet helemaal snappen dat die meneer een hele andere beleving heeft met zijn ribbelzolen als u met een hak. Dat is het volgens mij, kijk, heel veel mensen hebben die ervaring met autisme in hun omgeving of in hun eigen leven. Maar het is
belangrijk om in te zien dat er ook andere mensen zijn met weer andere ervaringen. En soms best wel ingewikkeld. Maar dat vind ik belangrijk aan ervaringskundigheid. Daar heb ik ook deze cirkels eigenlijk gemaakt. Die middelste cirkels eigenlijk die confrontatie, de diagnose. Dan denk je, poeh, het is me nauw overkomen. Ik heb autisme. Ik hoorde Jeroen het er straks ook al zingen in zijn lied, de Audi Blues. Dat is me nu in één keer overkomen. En dan ga je langzaam tot acceptatie komen. Dat is die tweede cirkel. Je krijgt langzaam inzicht. Wat dat autisme dan is. En voor sommige mensen is dat heel veel boeken lezen. Wat ik ook vertel. En voor andere mensen is dat juist ontdekkingstocht naar wie je zelf bent eigenlijk in het leven. Die laatste vind ik de mooiste optie eigenlijk. Want anders ga je vertellen dat je autist bent. En niet kunt communiceren. En niet kunt die mensen aan kunt kijken en allerlei dingen die je kunt doen. Terwijl je op zoek gaat naar je eigen proces. En langzamerhand leer je ook andere mensen met autisme kennen. Krijg je daar ook inzicht eigenlijk in. En dan is de volgende stap eigenlijk dat je daar iets mee kunt doen. Participatie, zoals ze dan met een mooi modern woord noemen. Maar dan kun je er pas echt iets mee doen, naar mijn idee. Dus blijf je altijd strijden voor jezelf. En ik heb dat ook een hele tijd gedaan. Wilde ik strijden zodat ik gezien werd. Ik hoor heel veel mensen die zicht willen krijgen op hun eigen situatie. Ik vond het belangrijk om hier mee te openen, om te kijken wat is dan ervaringsdeskundigheid dat mensen beter geven. Denk eens na over je eigen leven waarin je al zit. Weet je, ervaringsdeskundigheid. Autisme, we hoorden heel veel over. Filemon is nu begonnen met zijn nieuwe reeks over autisme. Zijn mensen die het gezien hebben, mag ik even anders zien? En toch best wel veel mensen. Ik vind het al raar dat deze beste jonge man die ooit bij mij op de kunstacademie in de klas zat. Dat is een irritant mannetje, maar daar heb ik ook een beetje moeite met die uitzendingen. Maar dat hij dan naar Amerika moet reizen, om daar iemand met autisme te ontmoeten die twee draken heeft en een dino's, wat dat zijn soort levenspartners zijn. Dan denk ik, ja, en dan wil je ons laten zien dat autisme is, maar jij moet ervoor naar Amerika reizen. Is het niet gewoon een uitzondering toevallig, die jonge man die dat doet? We laten heel graag uitzonderingen en raar gedrag zien, blijkbaar bij autisme. En dan gaan we er ook over praten, met z'n allen. Misschien kent u dat wel van uw kind of van uzelf, dat er gepraat wordt van, hé, dat is raar gedrag. Raar gedrag dat die mensen met autisme doen. En ik hoop dat u vanavond zo mee kan nemen dat we denken, oké, het is niet zo raar gedrag, maar het is ander gedrag. Laten we gewoon, je hebt al iets lachen, dat is al helemaal mooi. Mijn kinderen zijn allebei autisten, dus dat zijn de gegeven. Ja, dus ik hoop dat jullie dan aan het einde van de avond denken, oh, dat is ander gedrag. Nee, dat je hun gedrag niet raar vindt, maar anders. Wij vinden gewone kinderen heel raar. Gewone kinderen. Mijn kinderen, dat is een normale stukje. Oké, ja, dat heeft met je wereldbeeld te maken. Dat is wel mooi. Dan hoop ik jullie iets anders te brengen. Ik heb voor iedereen wat natuurlijk in mijn kop. En hier kan ik het zeggen. Normaal zeg ik altijd in de rest van Nederland zeg ik hunnie zullie en dat snappen ze nooit. Maar hier snappen je denk ik de meeste mensen wel. Dat het idee van normale kinderen en kinderen zonder autisme. Dat is een beetje hunnie zullie. Anti-kinderen en NT-kinderen zeggen ze dan soms. Dat vind ik helemaal zo'n erge term. NT alsof het de Windows versie is. Dat we zeg maar een brug kunnen bouwen tussen die twee groepen. En als we willen naar een maatschappij waar iedereen mee kan doen, dan moeten we een soort brug bouwen. Nou, dat hoop ik jullie mee te geven. Check aan de einde van de avond even of het gelukt is. Wie van jullie volgt er wel eens plaatjes of zo op Facebook? Want wie heeft dit plaatje wel eens gezien? Dat zijn best wel aardig van mensen. Zijn er nog meer van dat soort plaatjes in omloop? Die zeg maar op een simpele manier vertellen wat autisme is. En met name geef ik ook uitleg en scholing aan wijkteams. En wijkteams vinden dit heerlijk, zo'n plaatje. En hulpverleners trouwens ook, die vinden het heerlijk. Maar het legt gewoon even uit in een paar korte stapjes van wat je wel en niet moet doen. Maar ik ga even een kleine vergelijking maken. Daar heb ik even uw parate kennis voor nodig. Wat is de oudste diagnose die er bestaat? Komen mensen. Dus die kennis zo. Oudste diagnose. Wat zijn er? Wat?
De eerste diagnose die er bestond van problematiek. Gewoon gek? Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Gewoon gek. Het is niet de bedoeling dat nu de helft van de zaal me gaat lynchen, maar ja, de oudste diagnose was vrouw. Ja, want dan week namelijk af van hoe de man was. En in bepaalde culturen, en dat is zo'n groot boek waar we hier ook af en toe in geloven, zeg maar. Daar staat er ook in dat een man en een vrouw zijn natuurlijk wel anders, maar niet dat ze, dat alsof dat een soort diagnose was. En dat is grappig, hè? Want als we naar autisme kijken, vrouwen hebben een emancipatiestrijd gehad. Hè? Als we zeg maar 100 jaar geleden terug zouden kijken, nou, dan hadden hier een paar mannen gezeten. Dus ik ben blij dat jullie er zijn, dames. Want 100 jaar geleden waren er geen vrouwen geweest. Want die hadden nog niet allerlei rechten, stemrecht, verschoningsrecht. Dat mocht allemaal. En wat dat betreft is het ook zoals mensen met autisme vaak. Die mogen bij allerlei dingen worden buitengesloten. Als je nog verder kijkt. Over vrouwen zijn ook allerlei vooroordelen. Mannen, ik heb jullie hulp even nodig. Wat zijn de vooroordelen over vrouwen? Vrouwen moeten altijd zeuren, schoenen kopen. Kunnen geen kaart lezen, zei laatst een man bij mij in de zaal, achter in de zaal. Ik kreeg meteen een klap van zijn vrouw, dat zei ik heel hilarisch. En een vrouw moet altijd over kleren hebben en roddelen. En we weten natuurlijk, ongetwijfeld zullen er onder jullie een aantal vrouwen zijn die ontzettend graag kleren kopen. Maar het geldt niet voor allemaal. En zo is het met autisme eigenlijk ook. Als we vrouw zijn, in dit geval autisme, willen simplificeren tot in zo'n plaatje van gedrag wat iemand doet. We hebben dat natuurlijk nodig in ons psychiatrisch handboek. Psychiaters hebben dat nodig om te kijken of iemand in een categorie valt. Maar die denkwijze, ons psychiatrisch handboek, is niet gemaakt om mee te nemen in de maatschappij. Het is gemaakt om een diagnose te stellen. En als je dit soort lijstjes, dat heeft nog echt niemand een vraag gesteld. En ik snap dat wel. Want hier staat op dat lijstje, ik word snel boos als ik iets of iemand niet begrijp. Ja, dan zijn jullie bang dat ik die microfoon naar je toe gooien, dan zal er echt niemand een vraag gaan stellen. Dat vind ik ook zo lastig. Ik houd van orde. Maar wat is nu precies orde, mensen? Ik kan hier een lezing over houden van een hele avond. Het is orde. Iedereen heeft namelijk zijn eigen orde. Grote groepen zijn te druk voor mij. Nou, doeg jongens, ik ga naar huis. Werkt ook, dit is voor bepaalde mensen met autisme geldt dit. En voor bepaalde individuen het zijn. Ik zeg wel eens grap, het zijn net mensen, hè? Dat sommige mensen dan een beetje schimmig op lachen. Dat is zo, want wij kijken daarna alsof het zo'n bijzondere soort is. Je gaat heel anders tegen iemand doen als je zo'n lijstje hebt. En toch nog even een comeback voor de heren van Fucking Great Man. Als je kijkt, waarom is dat rare beeld nu gekomen van autisme? Want dit is meneer Rayman, die ziet hem niet helemaal zo goed. Hoe hebben we dat rare beeld over autisme gekregen? Is omdat we steeds meer beïnvloed werden door de media. De film Rayman is daar een van de voorbeelden van. Er zat deze quote in. De meeste autisten kunnen niet praten of communiceren. Ik denk, nou, er zijn sommige mensen die niet talig zijn. Hè? Ik geloof dat iedereen communiceert. Ook al communiceer je door middel van je pinkje. Of door middel van te bijten. Of wat dan ook. Iedereen heeft een vorm van communicatie. Maar we hebben wel heel erg geloofd op tv zagen. Zoals we altijd doen. Meneer Rayman, het was toch autisme? Je kunt ook wel Lucifer stellen. Mensen die daarmee vragen, je kunt Lucifer stellen. Ik zal je de truc leren. Op een doosje Lucifer staat aan de achterkant hoeveel Lucifers er in een doosje zitten. Als je autistisch gedrag wil vertonen, neem dan een Lucifer doosje. Kijk van tevoren even op de achterkant. Gooi dan die Lucifers op de grond en zeg zoveel zijn. Meestal zijn het rond 50. Je kunt een beetje opscheppen tegen je vrienden. En hetzelfde is die truc die we ook bij Filemon zagen. Zo'n man die dan een datum kan, als je een datum zegt, kan doen wanneer je geboren bent. Het zit gewoon een wiskundig sommetje achter. Het is een geniaal brein wat goed kan denken. Maar het is niet autisme, het is savant-autisme. Het is belangrijk om te weten, de media beïnvloedt ons nog meer. Weet je hoe vaak ik wel niet met mensen niet mee kan rijden?
Dat ik zeg, ja, mag ik met je meerijden? Heb je, oh, je hebt autisme. Hè? Nee, dan ga je net zo zitten schreeuwen in de auto als Kees. Voor de mensen waar het kwartje nog niet valt, de documentaire Het Beste voor Kees is gemaakt. En mensen die documentaire niet gezien hebben, die kennen Kees. En die het links zien, en rechts zijn moeder, waarschijnlijk van Dumpert of zo. Van de krachten van een internetsite. En dan hebben ze dit filmpje opgezet van Kees met zijn moeder. Kees is in de jaren 50. Die zit daar in de auto met zijn moeder. En Kees heeft autisme. En Kees zit te schelden van verrekte rockmoffen. Tuurlijk, Kees had even een momentje waarop stress even hoog zat. Maar we zijn dit als maatschappij, doordat dit zo gedeeld is, zijn we dit gaan zien als het autisme. Het is een heel mooi voorbeeld waar je eigenlijk ziet wat opvoeding eigenlijk ook doet. Want Kees was in een hele andere tijd opgegroeid. Maar toch is dit beeld bepaald. Dit is nou blijkbaar de autist. Zoals ik al zei, het zijn net mensen. Iedereen onder zijn eigen paraplu'tje eigenlijk. We hebben heel lang in lesboeken en in psycho-educatie stukken hebben we paraplu'tjes gezien met al die vormen van autisme. Misschien kent u. Dan was dit dus autisme. Ik geloof dat we allemaal, al die mensen met autisme, zijn een eigen parapluutje. Een eigen individu met mogelijkheden, wensen, maar ook beperkingen. En of u nu zit als persoon met autisme of zonder autisme, ik geloof dat we allemaal mogelijkheden hebben en beperkingen. Als onze hele maatschappij opgebouwd is, is het alleen maar in ontwikkelingssystemen, in popgesprekken en zo, zoals we het in het bedrijfsleven hebben. Sterkte, zwakte analyse. Blijkbaar denken we binnen de GGZ, denken we alleen maar in problemen. Standaard zin, hè, die bij veel psychiaters en hulpverleners. En wat is er deze week al misgegaan? Dan kunnen we ook nog naar de mogelijkheden kijken. Ik vind dat echt een uitdaging. Het zijn net mensen. Laten we dat beeld weer loslaten. Weet je, we zitten hier, we hebben een grote grijze, makkelijk praten, heeft vast licht autisme. Ik vind licht autisme vind ik altijd een rare term, de laatste tijd steeds vaker, in ieder geval van jullie vrouwen. Een beetje zwanger bestaat er ook niet, of wel? Wat is zo'n rare term. Maar dan moet ik het toch uitleggen aan vrienden van mij en zo. Ja, wat is dat dan, dat autisme? En dan vraag ze direct op de man af. Ik weet niet of je dat kent, als ouder of als persoon met autisme, dat je dat uit moet gaan leggen. Dus dan sta ik daar en heb ik een enkel voorbeeld. Ja, en ik ga het goed verstaan. Ja, soms dan is mijn hoofd gewoon zo vol. En dan zegt diegene, ja, dat heb ik ook wel eens. Sta je, shit. Wacht. Ja, soms dan verlies ik gewoon het overzicht gewoon helemaal. En dan zit diegene weer, ja, dat heb ik ook wel. Sta je dan? En toen dacht ik eigenlijk, dit is eigenlijk heel mooi. Want het is dus herkenbaar. Het is, ik heb menselijk gedrag. Dacht ik, wow. Dus andere mensen herkennen mijn gedrag. En dat zie ik bij heel veel dingen van autisme. Het is dus herkenbaar eigenlijk, maar het is extreem. Een soort menselijk gedrag, maar dan uitvergroot. Dus de uitdaging is vaak, met mensen die ik begeleid, en mensen die ik advies geef, je gaat kijken naar waar het menselijk gedrag zit en daar waar het uitvergroot wordt. Dan kun je namelijk kijken hoe je het beste kan handelen. En dan kun je ook passie met iemand voelen. Dan kun je ook begrijpen van, oh, dit zou ik zelf ook doen. Maar ja, ik stond daar dus nog. Hè. 2 keer, allerbeste voorbeeld bedacht. En ik had zoiets, oké, ja. Dat heb jij dus ook. Mooi bedacht. Het is menselijk gedrag. Toen dacht ik ineens van ja, maar ik moet dus gewoon gaan uitleggen dat de hevigheid groter is. Precies een dag later belde een goede vriendin van mij die ook autisme heeft. En die vertelde tegen mij, ja, mijn koelkast is kapot. En die is eigenlijk al 6 dagen kapot. En daarom moet ik de afspraak in mijn komende week afzeggen. Dat is dus het autisme. Niet dat de koelkast kapot is, hoor. Ik moet dat even goed ondertitelen. Maar het feit dat er dus een klein ding verandert in iemands leven.
En dat daardoor de andere dingen, zeg maar, ook fout gaan. De gevolgen zijn veel groter van het menselijk gedrag. Dat is wat uitvergroot wordt. Daar hebben ze zelfs in de hulpverlening een term voor. Hoe? Pervasief. Heeft u ooit van gehoord? Maak me even anders iemand doen. Fitness, dat is dan laat op de avond. Ja, pervasief. Dat is echt zo'n mooie zorgterm. Die we dan hebben. Dat is pervasief. En dat moet ik wel eens uitleggen aan studenten. En dan zeg ik altijd. Pervasief, dat is die jongen van de Matrix. Ik weet niet of je hem nog kent. Neo. Dat is zeg maar de held van de Matrix. Die wordt dan neergeschoten door een regen van kogels. En dat is pervasief. Want dat is alles doordringend, zijn die kogels. Dus die leggen zeg maar alles lam. Pervasief betekent ook alles doordringend. Ah. Dus dat is het beeld wat je moet onthouden. Dus het is menselijk gedrag onder vergrootglas, maar het is alles doordringend. Daar legt soms iemand helemaal lam in een bepaalde fase. Ja, dat. Ik probeer even een bruggetje te zoeken. Als je kijkt naar het autisme, want dit lijkt een beetje een ingewikkeld schema. Maar enerzijds, waar we mee begonnen met autisme, denk is eigenlijk wat je hier aan de linkerkant ziet: die handicapdenkers. Zeg ik, mensen die zeggen: maar autisme is zo zwaar, zo ingewikkeld. En die mensen met autisme. Ze zijn zo moeilijk, zo ingewikkeld. Ik denk ook in stereotypes. Hè? Mensen met autisme moeten altijd pech, altijd moeilijk. Moeten altijd moeilijk doen, altijd zeuren, altijd ingewikkeld. Daar hebben we de specialisten heel erg op gezet eigenlijk. En het komt heel erg door die medische definitie. Want we hebben jarenlang over autisme geschreven als een soort statisch defect is. Ik ga straks even de denkwijze uitleggen over autisme. Maar we hebben jarenlang daar statisch naar gekeken. Terwijl de medische wetenschap, ik zei al aan het begin, zijn 2000 à 3000 onderzoeken per jaar over autisme. We weten nog steeds niet echt wat dat autisme nou is. Daar is de laatste jaar eigenlijk een beetje door de gemeentes. Mensen in een participatiemaatschappij, iedereen moet het meedoen, zijn de generalisten opgestaan. En die hebben eigenlijk, die denken heel erg vanuit talenten. Dat is een beetje extreme beweging ook, want die mensen zijn niet zozeer extreme beweging. Maar binnen mensen met autisme, ik ga nu even een geheim verklappen over die beweging, er zijn ook op forums mensen met autisme die zeggen, wij zijn een nieuwe ras en wij gaan de wereld overnemen. Ja, ik vind dat... Maar goed, anderzijds zien we ook talent, hè? Meneer Hans Asperger, die schreef daar al over. Mensen met autisme, eilandjes van kennis. Een bijzondere uitspraak nog steeds. Zo de Rain Man, denken we, bijzondere talenten. Maar die participatie met de kijk, daar komen we zelf rechts, maar iedereen moet maar meedoen. Nou, als alle mensen met autisme nou talent hebben, is het hartstikke mooi. Dus dan gaat Philips een advertentie zetten, gezocht, getalenteerde autisten. Ik vind het altijd discriminerend. Als je zou zeggen, gezocht, gezellige homo voor café, dan ben je een discrimineer. En waarvoor is dat dan discriminerend? Ik denk nou, alle mensen met autisme hebben toch talent? Ik geloof namelijk dat ieder mens een talent heeft. Maar bij mensen met autisme moeten we het specifiek benoemen. Dat is raar, hè? We hebben eerst jarenlang gezegd, bijvoorbeeld mensen met autisme zijn allemaal moeilijk, zijn ingewikkeld, hebben een defect, zijn gestoord, hebben een stoornis. Nu gaan we zeggen, die hebben allemaal talent. Laten we ze gewoon zien als mensen. Het is iets wat doorslaat eigenlijk. En ik zie hier eigenlijk in het midden. Dus dan hebben we menselijk gedrag onder vergrootglas. Dus dat autisme voor ons denk als maatschappij een uitdaging. Net zoals we heel veel uitdagingen hebben voor ons als maatschappij, is autisme zeker daar ook een uitdaging. Om samen, zoals we hier zitten, een soort van maatschappelijke definitie te krijgen. Wat betekent dat dan voor ons onderling als we interactie hebben met elkaar? En wat heeft een persoon daarin nodig? Vragen naar. Nieuwsgierigheid ook. En kijken naar iemands ontwikkeling. Nou, ga ik daar ook verder. Dat is een beetje het plan B wat er is voor deze wereld. Ik vind het altijd belangrijk om toch een stukje geschiedenis te benoemen. Want als we de geschiedenis niet weten... Dan kunnen we ook niet, dan weten we ook niet waar we vandaan komen.
Er gebeuren tegenwoordig heel veel dingen in Nederland rondom autisme. Er schiet iedere dag al, komen er 5 of 6 nieuwe autismeclubjes bij, heb ik het idee. En nieuwe denkwijzes of allerlei oude denkwijzes zoals autisme ligt aan vaccinatie. Komt om het half jaar, wordt die door nu.nl weer doorgestuurd. Denk ik, nou, we weten nu al dat het een vervalst onderzoek was. Toch blijven we dat gewoon doorsturen. Heb ik voor u een soort samenvatting gemaakt. Welke 3 denkwijzen zijn er nou over autisme? En ze zijn best belangrijk om te onthouden. Je kunt namelijk zelf weten waar je zit in je denken over autisme. Je kunt ook als je met iemand in gesprek bent, even checken. Hey, waar zit diegene nu in zijn denkwijze over autisme? Jaren 40 vorige eeuw. Maar de eerste keer dat er 2 mensen schreven over autisme, meneer Kanner en meneer Hans Asperger. Het denken van meneer Kanner werd vooral meegenomen. Want meneer Kanner schreef in het Engels en meneer Hans Asperger schreef in het Duits. Als ik u al zei, jaren 40 was de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In het Duits schrijven was nou helemaal niet echt hip om door te breken. Dus dat werk van meneer Kanner bleef nog, of van meneer Asperger bleef nog heel lang op de plank. En wat was die hoofdgedachte van meneer Kanner eigenlijk? Dat autisme, dat ligt aan de opvoeding. Want die moeders, die waren ijskoud. Dan komt de term naar een ijskastmoeder. Het is niet mijn theorie, hè. Die posten maar op mij. Maar wij weten ondertussen dat opvoeding is een component, altijd, menselijk gedrag. Maar het is niet de oorzaak van het autisme. Het is heel fijn dat we dat weten. Het verbaast me wel dat ik van ouders nog regelmatig terughoor, en misschien herkent u dat wel, dat op schoolplein gezegd wordt, nou geef mij maar een weekendje mee, dan doet hij vast wel wat rustig. Dus ik daar knikken. Weet je joh, je moet hem gewoon wat harder aanpakken. Dat die juffrouw zegt, ja dat doet je op school niet, dan zal het wel naar huis liggen. En die mensen denken eigenlijk nog volgens die oude denkwijze. Daar vind ik het zo belangrijk dat u dat weet. Dan kunt u zeggen, nou, misschien moet ik toch nog even de upgrade horen in de autismekennis. Tweede denkwijze daarna eigenlijk. Er werd ze voortgebouwd op het denken van meneer Kanner. En meneer Kanner had zeg maar een beeld geschetst van mensen met autisme. Meneer Kanner was ook wel een beetje een afstandelijke man. Het is grappig als u foto's van hem ziet, moet u thuis maar eens googlen. Dan zie je ook altijd, kind is hier en meneer Kanner is hier en kind is daar, ongelijkwaardig. De foto's van Hans Asperger zitten, die zitten altijd met kinderen aan tafel, die is gelijkwaardig bezig. Maar met het denken van meneer Kanner zijn we helemaal uitgebouwd. Daar zijn ze in gaan zoeken, oké, welke dingen herkennen we daarin? We hebben lijstjes van gemaakt, maar wat dat autisme dan is. En daar zijn we steeds verder in. Dat heeft slachtoffers gemaakt. En ik noem dat bewust slachtoffers. Want een van die jongens was bijvoorbeeld een vriend van mij, waar ik nu toevallig in huis woon, doordat ik recent gescheiden ben. En die jongen kreeg op 6-jarige leeftijd diagnose autisme. En hij zat daar met zijn ouders in die kamer en die moeder zei nog, moet hij niet even naar buiten tegen de psychiater? Nee hoor, zei de psychiater. Dat hoeft niet. Hij heeft autisme, dus hoort hij toch. Toen werd de diagnose uitgesproken. En zegt, mevrouw, hou er rekening mee. Het kind zal nooit een baan krijgen. Nooit school afmaken. Nooit vrienden krijgen. Nooit een koophuis hebben. Nooit trouwen. Ik ken de rijtje. Misschien denkt u, hé, dat wordt er nou niet meer gezegd. Die jongen is inmiddels eind 30. Nee, dat wordt ook steeds gezegd. Ik hoor nog steeds die verhalen. Dan denk ik, hoe kun je de ontwikkeling van een mens zo vastzetten? Zo zeggen op jonge leeftijd al, je kunt je niet meer ontwikkelen. En hoe kun je zo stelselmatig vanuit defect denken? Die jongen, waar ik het over heb, een vriend van mij, zit inmiddels in Japan, voor de baan waarvoor hij werkt. Hij heeft zo'n groot koophuis, dat ik wel bij hem in huis kamer kan slapen tijdelijk. Hij heeft altijd ontzettend veel vrienden, ontzettend grote feestjes. Hij heeft een ontzettend leuke en aardige vrouw. Dus die dingen die kloppen niet. De mensen kunnen zich namelijk ontwikkelen.
Dat is ook de laatste denkwijze eigenlijk, waar we steeds meer uitkomen op autisme. Autisme is een andere manier van ontwikkelen. Maar ik kom begin al zei, het is anders, hè. En het is vertraagd en versneld tegelijk. Dat is ingewikkeld om uit te leggen, dus ik ga het toch zo snel mogelijk, zo goed mogelijk proberen. Ik had me voorgenomen om ergens pauze te houden, maar ik weet niet meer echt wanneer dat was. Dus, weet je dat nog weer goed? Hoe laat is het nu? Het is nu 7:50. 7:50? Om 7:55? Nee, 7:45. 7:45? Ja, het is jouw. Ik wil het namelijk even toch uitleggen, want we hadden het over die vertraging en versnelling. Want dit is bewust een ontwikkeling. Nou, dat wilt u nog wel zien, wat ik u net verteld heb. De jongen die zich dan toch ontwikkelt. Dus bij mensen met autisme gaat doorvragen, dan maakt ze altijd wel een ontwikkeling door. Dat zijn de kleine mierstapjes, maar er gebeurt altijd wel iets. Altijd wel iets wat iemand ontwikkelt. Maar waarom gaat die ontwikkeling dan anders? Dat is omdat iemand met autisme eerst cognitief begint en dan sociaal moet zijn in het ontwikkelen. Dit plaatje kunt u ook gewoon vinden op het internet. Als u intypt Martine Del Vos, want de theorie is van haar. Maar ik mag hem wel fotograferen, want het leek het weer zo dat het niet mag. Die theorie beschrijft de ontwikkeling van een kind zonder autisme. Je moet toch een beetje hunny-zunny worden, hè? Maar hoe gaat het bij een kind zonder autisme? Die een jaar of, nou zeg een jaar of 3, 4, die hebben dan zo'n mooi speelkleed, ken je dat? En dan kinderen zonder autisme, die gaan sociaal-emotioneel spel oefenen dan. Dat is gemiddeld genomen, hè? Als je dan zegt, nou, mijn kind heeft autisme, dat is gemiddeld genomen. Die gaan dan sociaal-emotioneel spel ontwikkelen, dan hebben ze autootjes. En dan reizen ze met die autootjes over de doek heen. En dan moeten die autootjes bij elkaar komen. En dan toeteren die naar elkaar en zo. En dan moet papa of mama moet ook mee rijden. En dan moeten mannetjes en vrouwtjes in de bus stappen. Weet je wel? Het is sociaal-emotioneel spel. Dan ga je met elkaar leren samen spelen op zijn doek. En dat zie je dan bij kinderen met autisme. Die hebben daar het ene autootje uitgepakt. En die zitten daar aan het wieltje te draaien. En dan moeten we dan lachen. Dat is eigenlijk heel erg slim. Maar dat is cognitief. Dat doe je normaal als je een jaar of 7 bent. Je kind heeft namelijk ontdekt dat daar een asje zit. Technisch inzicht. Hè? Dat komt ook veel later. Dus iemand komt erachter. Wow. En wanneer we dan gaan zeggen, oké, dat is ook een gedragscomponent. Moeilijk gedrag. Als dat kind zo'n wieltje eraf trekt. Haalt hij de wieltje eraf, dan komt hij echt achter dat echt asje is. Dan heeft hij ontdekt hoe dat in elkaar zit. Alleen noemen wij dat probleemgedrag. Ik maak het een beetje groter, hè. Ik blaas het een beetje op, maar dat is wel wat er vaak gebeurt. Dat een kind krijgt naar de rand problemen omdat ze anders zijn. Je bent dus heel erg intelligent, eigenlijk. Maar je mist dat sociaal-emotionele stukje. Maar die kinderen die gaan pas later sociaal-emotioneel spel ontwikkelen. Die gaan pas eind basisschool gaan ze sociaal-emotioneel spel ontwikkelen. Nou, dan moet je dat al geavanceerd eigenlijk hebben. Want wat ga je op de middelbare school doen? Ja, u weet het niet meer, maar dat ga je meer met puberteit achter meisjes aan, achter jongens aan. Dan moet je al het geavanceerde sociaal-emotioneel spel hebben. Als je daar net aan toe bent om basis sociaal-emotioneel spel. Dan lig je eigenlijk achter. Maar dan ben je wel heel erg intelligent, heel erg slim. Dan ben je pedant, irritant en sommige dingen. Of het komt er niet uit, zeg maar, die kennis op bepaalde dingen. Want je hebt eilandjes van kennis. Dat was wel meer Hans Asperger zijn. Maar dat is pas te laat vertaald. Meneer Hans Asperger die gelijkwaardig met die kinderen in gesprek ging. Hij zei, hey, het zijn kleine professortjes met eilandjes van kennis. Dus eerst cognitief, dan sociaal-emotioneel, een heel andere ontwikkeling. Nog een ander voorbeeld ervan, zodat het goed landt bij je. Die van u heeft een hele jonge kind, of als opa en oma of zo, die net geboren zijn, of zo, een half jaar geboren. Iedereen kan zich nog wel herinneren dan. Want ik weet niet of u het herinnert, dat ik altijd het leukste moment zei, oh, koekie, koekie, koekie.
vind dat heel raar als ze me doen. Ik vind het ook raar hè, dat ik doe als er geen kind in de zaal is. Dat is ook gewoon raar, maar dat doen we bij een kind. Herinnert u zich het nog, dat hij zo'n rare bekken daar stond te trekken? Maar wat doen we dat? Om reactie uit te lokken bij een kind. En het mooie is, wat een kind dan leert, is gezichtsherkenning. En zo'n soort autocorrect-functie. Dat hij leert van, oh nee, maar dat betekent dat. Dat is het eerste stuk van gezichtsherkenning. Maar dat is omdat een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Wat als je nou cognitief ontwikkelt? Dan ben je bezig, goh, als mooi er licht valt op zijn haar. En wat voor bijzondere bril heeft hij op? Ik wil niet zeggen dat het kind zo denkt, hè. Hij is meer met structuren bezig. Het is ook wel heel erg intelligent, maar dan mis je dat stukje. En ik speelde het net niet voor niets uit, maar het is heel erg raar om op latere leeftijd nog googie googie te doen. Maar een kind heeft daar wel een stukje te leren en dan krijgt later wordt dat niet meer aangeboden. Dat maakt dat het ingewikkeld anders is. Als je dat doorvoert, dan krijg je een soort van regenboog aan leeftijd. En dan wordt het best wel ingewikkeld. Want het was toch makkelijker om autisme als dat lijstje te zien. Het een of ander statisch geheel. En dan kun je misschien op sociaal-emotioneel gebied, of het gebied van hechting, dat ik helemaal niet ontwikkeld heb, want dat is sociaal-emotioneel. Je begon met dat oogcontact maken. Maar dan kun je misschien op natuurkunde, wat heel erg cognitief is, dus het ontdekken van dingen, die misschien wel 15 jaar zijn, terwijl je eigenlijk 8 jaar bent. En rekenen misschien wel een voorloop. Dat geldt niet voor alle mensen met autisme, ik moet dat even bijzeggen. Een andere lijstje hadden ze gemaakt voor alle mensen met autisme. Dit is gewoon een praktijkvoorbeeld van hoe iemand op verschillende ontwikkelingsgebieden regenboog aan leeftijden. Dit zijn niet alle ontwikkelingsgebieden. Kijk, laat ik u een heel praktische tip geven. Dat is zoals Martine de Vossen vertelt. Zeg maar. Dus misschien kunt u even in uw hoofd heel hardnekkig en raar gedrag nemen. Van uw kind, partner of van jezelf. Denk er even over na. Denk van, oh, maar dat is raar wat ik bij mensen met autisme zie. Heeft u er eentje? Ik zie heel veel enthousiasme mensen. Iedereen is echt toe aan een pauze of zo. Ik doe dit voor de mensen die wel even dat voorbeeld hebben. Als je dan denkt dat je een voorbeeld hebt, een heel raar gedrag, denk je aan het gedrag wat ik nu zie, hoort bij een leeftijd van. En dan zou je eens over na kunnen denken wat je dan moet doen. Kijk, ik kan die stoel niet losmaken. Maar wacht, ik ga het gewoon wel zo doen. Ik had ooit een cliënt van mij. Dat was leuk. Ik doe dan ook gezinsbegeleiding. Ik ga even zitten, je kan me nog wel zien. Ik doe ook gezinsbegeleiding. En dan is het leuke bij autismegezinnen, heeft iedereen vast de plaats. En ik had een hekel aan, want als begeleider krijg ik altijd een lastige stoel toegedeeld. Echt zo'n afstandskrukje, zeg maar, meestal. Dus ik had die vader en die zoon beide in begeleiding, dus gezinsgesprek. En die zoon had echt een hele mooie leerstoel. Ik zat iedere keer te denken, daar wil ik wel eens op zitten. Nou ja, totdat hij een keer later er was en wij een gezinsgesprek hadden. Dus ik zag mijn kans gewoon. Ik dacht, nou, ik kan mooi op die leren stoel gaan zitten. Dus ik zat daar. Een paar minuten later komt hij binnen. En hij duwt me uit de stoel. Die is van mij, die is van mij. Die jongen van 20, hè. Dat was de eerste keer dat bij mij landde. Hè? Dan moet je dus denken, het gedrag wat ik nu zie hoort bij een leeftijd van. Ik denk A. Dus de tractie wat ik nu zie hoor bij leeftijd van. Ik denk A, een jaar of 3, 2,5, 3. Het zijn kinderen die dan net met blokjes gaan spelen. Dan wil je samenspelen. Wat net over sociaal spel, maar dan wil je samenspelen. En dan zegt het kind: nee, een blokje is van mij. Die jongen, zei eigenlijk: die stoel is van mij. Ik denk A. Heel jong gedrag. Ik heb een beetje doorgeraakt ook bij zijn ouders. En wat bleek. Hij kon zelfs nog niet eens chips delen met zijn vriendin. De jongen had nog nooit geleerd om te delen. Best ingewikkeld. Toen ben ik gedurende de weken daarna, ben ik heel het over de stoel. Ik zeg, vind ik echt zo'n mooi stoel. Wat voor materiaal is het? Ik hoef die jongen niet in één keer als baby te gaan behandelen. Hè? Maar ik ging gewoon met hem praten.
Maar wel in het leven, die discussie van net zoals van de blok. Ik zeg tegen hem, maak die stoel dan even vast, ik wil even die leer vasthouden. En langzamerhand, uiteindelijk, na een maand, anderhalf, zeg je mag wel een keer zitten, maar heel leven. Als je mijn kind hebt, je mag wel even vasthouden. Dat is echt, er gebeurde iets in de ontwikkeling. En uiteindelijk mocht ik gewoon op de stoel zitten. Zijn vriendin was met name tevreden, want die kreeg ook gewoon chips als ze samen op de bank zaten. Daar lag het niet om bijvoorbeeld, maar het is ingewikkeld. Want in diezelfde tijd... Ja. Ik heb nog een voorbeeld van iemand die leenautisme is. Iemand die leenautisme heeft, hij had zelf een boek geschreven en had hij het eerst extra meegenomen bij de yogales. Ja. En iedereen mocht kijken, maar niet aanraken, anders zou er duimen in komen. Hij zou er nog even bladeren. Maar er niet op aankomen. Hij had geen autisme, maar dan denk ik van dit klopt ook niet helemaal. Nee, autisme is menselijk gedrag, dus we kunnen het hem dadelijk terugzien. Als hij daarna een cursist op zijn gezicht had geslagen, dan... Maar er lopen nog steeds mensen met autisme vrij rond, hè. Je krijgt pas een diagnose als je problemen hebt. Nee, maar we lachen daar niet om. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel mensen met autisme die gewoon succesvol zijn en de dingen aan het doen zijn. Maar het is, als je het vanuit de andere ontwikkeling vergelijkt, wij zien alleen die probleemgevallen. Dat is wel een verschil in mindset wat we moeten maken. Terug naar die jongen, want die had dus leren delen. Het was wel een beetje te laat voor zo'n waaijong uit te keren. Je moet laten zien hoeveel, dat als je dat nog niet weet, als je dat niet kunt delen, hoe je dan problemen kunt bekomen. De jongen werkte bij een grote postorganisatie, netjes zeggen. En bij die grote postorganisatie had hij gehoord dat je ook een etiket kunt printen met je eigen adres erop en dan op een doos kunt. Hij wist niet van wat van mijn en dijn, zoals die mevrouw van de UWV zei. Ik andere wist hij nog niet. Ze had een etiket op een doos geplakt met heel mooie speakers. Hij was naar zijn huis gestuurd. Dit noemen ze stelen. Wil je ontslagen? Hij had het niet geleerd. Ik heb dit uit kunnen leggen. Die mevrouw van de UWV. Ik wil hem niet vrijpleiten of zo. En iemand die straf verdient, krijgt straf, maar is ontslagen. Dus voordat zo'n jongen dan de uitkering uitgezet wordt, een levenslang stempel krijgt, nog verder, dan denk je, ja, maar heeft dat niet ontwikkeld? Dat is het ingewikkelde aan een ander gedrag. Je krijgt dan een regenboog aan leeftijd. Zijn er voor de pauze nog vragen? Ja. Ik vind het altijd heel moeilijk. Eigenlijk een hele batterij aan kennis hebben over een normale ontwikkeling van kinderen. Voordat je gelijk die vraag kunt beantwoorden, voordat je daar iets mee kunt. Is ten dele zo, ik heb nu een zoon van 4 jaar, dus ik heb nog niet eens heel die ontwikkeling meegemaakt. Dan zou je denken, ah, dat is zoveel voorbeelden van 3, 4 jaar geeft. Nee, dat is er niet mee. Maar ik denk dat waar de mensen die zich autisme-specialist noemen, of heel veel doen met autisme, of daar betekenis hebben, die lezen ontzettend veel van die boeken over autisme. En je kunt er gewoon een encyclopedie kopen over de ontwikkeling van een kind, en die is doorlezen als je die basis een beetje begrijpt. Natuurlijk, we weten nooit alles. We houden comfort uit het niet weten. Ik begrijp dit niet, hoe gaan we verder zoeken? Dus het is wel de manier van kijken. Het is natuurlijk veel makkelijker als je kunt zeggen, ja, dat is nou helemaal autisme. Hè? Dan is het een statisch iets. Dus ik deel dat voor een deel met je. Het is lastig. Het is nog lastig. Maar dus door je te verdiepen in de ontwikkeling. Ik geef de klanten van mij ook vaak de opdracht om dan zelf ook naar op zoek te gaan. Ik heb een man van rond de 50. Ander voorbeeld over andere ontwikkeling. Voor de pauze, ja, Jeroen, je mag zo spelen. Die had het over, ik voel me eigenlijk nog puber. Ik denk, regenboog aan leeftijd. Hè? Mooi natuurlijk. Op andere gebieden liep je weer voor en andere liep je achter. Ik zeg, ja, wat moet je dan doen? Wat komt er na de puberteit? Ik zeg, ja, dat snap ik. Dat je dan niet wist, want je bent er nog. Dus toen ging ik me opzoeken. Daar komt de adolescentie. Nou, had hij
weet ik wat adolescentie is. Krijg je wat meer gezetteld in je leven en zo. En zei hij, zetteld in je leven. Dan miste ik dat stukje. Zeg, nou, ga eens uitzoeken wat je dan allemaal doet in je adolescentie. Zeg, ging dat zelf opzoeken en daar kwam een proces bij me op gang. Dat is gewoon, dat is het mooie, denk ik. Als je dat iemand zelf kunt doen. De kanttekening is, met een kind kun je dat niet doen. Dus dan is er als ouder of begeleider vaak een grote rol voor je weggelegd. Met name voor de rol als ouder, want dan moet je heel de tijd die vertaalslag maken. Dus, en dat is hard werk. Dat ontken ik niet. Nog andere vragen voor de pauze? Jullie zijn echt stil. Ik hoop dat het een goed teken is. Want anders, ga even lekker koffie drinken. Ik doe de groene verzorgde fitnessmuziek. En dan zijn we over een kwartiertje weer hier terug. Beste mensen, ik heb mijn gonggeluidje niet bij me. Normaal gesproken zou het gonggeluidje komen als we over ongeveer een minuut weer gaan beginnen. Dan zijn nu de vraag of u wilt gaan zitten. Je kunt bij je woonduik een popcorn kopen. Oh nee, hebben we dat niet. Iets hadden we moeten doen, jongen. Even terug te kijken voor de pauze, waar het over het beeld wat in de maatschappij ontstaan is over autisme, waardoor het is gekomen, en welke verschillende stromingen er waren, dat denken vanuit de opvoeding of denken vanuit een defect, of kijken vanuit de ontwikkeling, dat het soms ook een vertraging en versnelling kan zijn. Dat iemand met autisme zich soms vaak eerst cognitief ontwikkelt en dan sociaal-emotioneel. Dat uiteindelijk een regenboog aan leeftijd keek. Dat gaat over kijken vanuit de ontwikkeling. Ik wil toch nu met u even terugkomen over het feit dat wij soms allerlei dingen horen en lezen. Wat ik op het begin van de lezing vertelde. Ik had dus een stapel boeken liggen over autisme. En er stonden allerlei dingen in. En u ziet ze misschien ook wel eens terugkomen op het internet. Dan gaan er verhalen rond van... dat autisme te genezen is. Heb je er ooit van gehoord? Ja, ja. De hand ontleggen nog niet. Nee, maar autisme... en er zijn verhalen... en een van de bekendste verhalen is eigenlijk van... weeskinderen uit Roemenië onder Ceausescu. Die daar in een kinderthuis zaten... en de diagnose autisme hadden. En die kinderen kwamen naar Nederland... en kwamen hier in een veilige omgeving... waren binnen een half jaar van hun autisme af. En bij genezing gevonden. Nee, bij trauma laat je soms ook autisme gerelateerd gedrag zien. Dus wij kunnen autisme alleen maar meten aan gedrag. Hè? Dus we lieten daar gedrag zien vanuit trauma. En toen er weer een veilige situatie was, een trauma verwerkt kon worden, liet ze geen autisme gedrag meer zien. Ik durf het nog niet zo te zeggen. Waarom durf ik het niet te zeggen? Omdat ik dan best sommige mensen die in een andere situatie zitten voor het hoofd kan stoten, een schop kan geven. Wat onbedoeld zo. Ik vind het niet erg dat je het zegt. Maar er zit wel een kleine kanttekening aan. Want als je hem zo cognitief zegt, zo puur autistisch gezien tegen elkaar zo zegt, dan... al die mensen met autisme moeten zich gewoon ontwikkelen. Heel kort voor de bocht, maar kleiner. Zo zetten we hem dan op het internet. En dan denk ik, ja maar oké, mensen zijn dat je cognitief ontwikkelt eerst en daarna sociaal-emotioneel. Heb je dus altijd ben je veel meer cognitief ontwikkeld.
emotionele ontwikkeling kan zich wel gelijk trekken, soms ook niet. Sommige dingen zijn, hechting kun je ontwikkelen in de eerste fases van je leven. Dan kun je nooit meer helemaal doorontwikkelen. Dan wordt het een als-of ontwikkeling. Dus technisch gezien zou het kunnen. Maar anderzijds, je zit ook met die schade die je hebt opgelopen. De schade dat je cognitief, ik heb wat voorbeelden van de school, dat je cognitief zo sterk was op die school. En sociaal-emotioneel dingen miste. Er zijn heel veel, dat noemen we dan mensen die nog andere diagnoses krijgen. Bijvoorbeeld depressie hebben of dat soort dingen. Dus dat is wel een kanttekening die je erbij moet maken. En ik weet niet of het, wat je technisch gezien zegt, of dat mogelijk is. Ik heb een heel groot geloof, maar in dat ben ik nog aan het zoeken. Maar mooi dat je hem aankaart. Anderzijds, het autisme te genezen, het is een populaire opvatting, hè? We hebben straks 2 april de Wereld Autisme Dag. Gaat u ook gebouwen blauw verlichten of niet? Ik heb ooit het idee gehad, maar dat mocht ik van de mensen die mij goed kennen, mocht ik dat niet, om de Wereld Autisme Dag helemaal naakt te gaan en mezelf dan blauw te sminken. En dan op een rug te zetten, there's a cure. Weet u waarom? Ik dat, weet u waar lijden dat mijn bloed vandaan komt? Nee? Nee. Dat doen we allemaal mee in die gebouwen verlichten. Dat is van een beweging die heet Autism Speaks. Die komt uit Amerika. En die beweging wordt met name gefinancierd door de medicijnindustrie. En waarom de medicijnindustrie? Want die willen graag een cure, een oplossing hebben voor dat autisme. Die vragen dat, ze doen erbij dat ze 1 keer per jaar Wereld Autisme Dag even de aandacht voor vragen. Dat is best wel kwalijk. Natuurlijk is het goed om 1 dag per jaar stil te staan bij autisme. Maar autisme heb je 365 jaar lang. Volgende punt, autisme light hadden we al gehad. We hadden het over een beetje zwanger, bestaat toch ook niet. Autisme en vaccinatie is eigenlijk ook al langsgekomen. Want ja, we krijgen ieder half jaar krijgen we weer die artikels. En misschien heeft u ze wel eens gelezen. Met name nu.nl, die heeft dat artikel op repeat staan. De serieuzere media zoals de NOS, daar heb ik nog nooit dat stuk voorbij zien komen. Maar het onderzoek van dat autisme komt door vaccinaties, dat heet ook wel het Wakefield onderzoek. En het onderzoek blijkt gewoon vervalst te zijn door die meneer. Maar wij geloven dat wel. En er zijn een heleboel ouders die hun kind niet laten vaccineren, dan krijg je autisme. En die brulaap, moet mijn politieke voorkeur niet laten blijken, die meneer die nu president is van Amerika, die heeft ook als een van de belangrijke speerpunten, wij moeten niet meer vaccineren, want er komt autisme door. Raar, hè? Ja. Dus ik geloof door een vals onderzoek. Is autisme zichtbaar? Dat is een belangrijk ding, want mensen met autisme hebben niet een bepaalde lange vinger of een bepaalde langere teen of zo. Dat zijn ook echt serieuze theorieën, hoor. Als je een keer een interessante avond thuis wil hebben en gewoon weer lachen, zoek dat eens op. Van, hebben mensen met autisme een langere vinger of een langere teen? Dat zijn echt theorieën die daarover geschreven zijn dat je dat kunt meten. Dat is natuurlijk heel erg raar. Het is daarin niet zichtbaar. Het is ook niet zichtbaar aan de buitenkant. Het is een persoon met autisme. Maar het is wel goed om te weten dat alle diagnoses stellen wij op, het gaat over gedrag. Dus het gedrag wat wij bij iemand zien. Dan de cijfers. 1,5%, het is geloof ik 1,2% van de bevolking, daar ronden we wel eens af naar boven, 1,5% van de bevolking heeft een vorm van autisme. Mooie cijfers zou je denken. Het zijn gebaseerd op cijfers van de telling, die ooit 10 of 15 jaar geleden in Engeland is gehouden. Is hier nog nooit een grote autisme-telling in Nederland gehouden? Nee. En dus, wij kunnen die cijfers wel noemen. Sowieso wordt er gegoocheld met cijfers. Want dit zijn vaak, zijn het alleen, als we dan nieuwe cijfers krijgen, zijn het mensen die in een klinische opname, dus via de GGZ, behandeling krijgen. Mensen die ooit een diagnose van een vrij gevestigde psychiater hebben gehad, of mensen die gewoon
daarna vrij gaan rondlopen, kan ook, hè? Ik had u verteld al. Die mensen worden niet in die telling meegenomen. Sowieso doen we hele rare dingen met cijfers. Het Nederlandse autisme-register, de NAR, die heeft er wel eens van gehoord, maar ik even anders zien. De fitness, ja, kijk, dat kan hoger dadelijk. Ik zal er ook nog eentje doen, dan blijven jullie gewoon allemaal wakker. Met het Nederlands autisme-register, dus taai kosten, daar vullen mensen met autisme vullen hun beleving van dingen in. En die hebben hele mooie cijfers gepresenteerd. 37% van de mensen met autisme heeft maar een betaalde baan. Ze denken, oh, dat is erg, er moet iets aan gebeuren. Tuurlijk, ik ben ook voor. Er moeten meer banen komen voor mensen die zich anders ontwikkelen en anders instellen. Maar we moeten wel even weten, die 37%, daar zijn de zelfstandigen niet bij meegenomen. Ik doe volgens het NAR-onderzoek, ja, tegenwoordig wel, want ik heb het natuurlijk aangekaart. Maar voorheen deed ik nog geen werk als zelfstandige. En ik heb ook nagevraagd bij heel veel mensen met autisme die gewoon een 9 tot 5 baan hebben, of soms nog langer, die hebben niet meegedaan aan het NAR-onderzoek. Dus we hebben vertekende cijfers. Maar die gaan we wel naar buiten brengen in de categorie beeldvorming. Dus er staat er 37% van de mensen met autisme nu maar betaalde baan. Dan kijkt de werkgever naar zijn folder, die denkt, goh, die mensen met autisme, die zullen dan wel heel erg moeilijk zijn. Dus we doen iets kroms met onze beeldvorming. Normaal tot hoge intelligentie, ik vind intelligentie, we hebben het er vaker over, is ook een van de dingen waar mensen op schoolplein over opscheppen, wat voor intelligentie heeft die dan, jouw zoon of je kind met autisme. Ik denk, ja, we moeten niet vergeten, de intelligentietest die wij nog steeds gebruiken, de enige gevalideerde is van voor de Eerste Wereldoorlog. Nou, we zijn toch wel ietsjes veranderd, zeg maar, in ons denken, zeg maar, sindsdien, hè. Dus eigenlijk zou dat helemaal veranderd moeten worden. We hebben ook altijd gedacht dat alle mensen met autisme eigenlijk een verstandelijke beperking hadden. Ik ben ooit op tv geweest met zo'n spotje voor de sierreclame, dat ik bij een dokter kwam, bij mij in het ziekenhuis. En vroeg aan die dokter van, zou het onderzoek rustig willen uitleggen? Ik heb autisme, dan weet ik wat er komt. Dan ging die dokter echt in één keer heel langzaam praten naar mij. Ik denk, dit is hier totaal niks meer voor mij, die denkt. Die ging mij in één keer heel anders bekijken. Heel typisch. Autisme. Autisme komt alleen voor bij mannen. Dat heeft ook wel eens gezegd. Zit hier toevallig vrouwen met autisme in de zaal? Ja, kijk. O jee. Vrouwelijk front. Ik denk dat zou ik daar ook voelde daar wat energetische woede op komen. En met een heel lang gedacht, hè, dat autisme wordt ook wel extreem mannelijk gedrag genoemd. Een van de theorieën. Ik vind het pittiger, maar als je kijkt hoe het geschiedenis technisch is, wie gaat er altijd diagnoses? Mag jullie het antwoorden? Mannen, ja. En daarbij is het misgegaan. Die mannen, die gaven alleen diagnose. Die zeggen nou ook, bij mannen is dat autisme, bij vrouwen heet dat. Hysterie, ja, later borderline, had we de fuck maar. Die ging wel heel veel druk, maar ja, wel technisch gezien goed. Die kreeg meer diagnose borderline. En wat? Borderline uitzicht in extreme excessen, zonder hier heel veel uit te kunnen leggen over borderline, dus maak het even klein. Maar wat zie je dan vaak? Waarom hebben vrouwen dan veel later een diagnose of krijgen ze eerder een diagnose borderline? Ik denk omdat vrouwen, zo een beetje kort door de bocht geschetst, maar over het algemeen krijgen die meer sociale vaardigheden al mee. Wat tegen een jongetje gezegd wordt als het op bezoek komt, hè? Ouders hebben twee kindjes. Ze zegt tegen het jongetje, ga jij maar even buiten spelen, wij krijgen bezoek. En wat tegen het meisje gezegd, kom je mama even helpen met de thee schenken? Zet je de koekjes vast op tafel? Met de meisje, leuk, hè? Het is een beetje generaliserend, maar die worden dan, ik geef het bezoek ook even een handje. Dus die worden veel sneller daarin in dat meegenomen. En dan blijkt pas later uit bepaalde excessen, die dan eerder verkeerd zijn geïnterpreteerd. Dus nee, autisme, en dat ziet u hier ook al in de zaal, komt niet alleen voor bij mannen. Zijn er overigens ook mannen met autisme? Oh, kijk, dit is de dag, dames, even voor jullie, kom even bij jullie zitten. Dit is de dag van gerechtigheid. Dat je het niet meer hoeft te zeggen.
Die cijfers die kloppen gewoon niet meer. Je ziet er meer vrouwen met autisme dan man. Even genieten even van je moment. Herinner het als we iemand een sect van vrouwen hebben en geen autisme. Dan kun je deze dag herinneren. Dankjewel voor het moment. Die kan ik weer onthouden. Dus het, hiermee is het waar of niet waar spelletje ook beëindigd. Maar ik vind deze dingen belangrijk om tegen u te zeggen. Weet je, waarom gaat het dan vaak mis bij mensen met autisme? Want we hebben het net gezien, dat vertelde jij ook over, andere ontwikkeling. Nou, kunnen we allemaal wel meegaan. Het zijn zo technisch gezien mooi. In de praktijk wel vrij ingewikkeld. Dan moet je er allemaal niet allemaal kijken. En dan denk ik, oké, dus dat levert al heel veel stress op, hè, die andere ontwikkeling. Je bent anders dan anderen. Mensen gaan daar een oordeel op zetten. Heel ingewikkeld. Dus het levert meer stress op. En dan zijn mensen met autisme eigenlijk een soort Ferrari's in die stress. Die zijn opeens boos. Opeens boos, lopen opeens weg. En zitten opeens in één keer helemaal stil, vallen ze helemaal stil. Vluchten, vechten of stijgen. Dat zijn de basisreacties. Er zijn een soort Ferrari's erin, zeg maar. Hoppa, in één keer. Dus nou, zie je in de praktijk of vliegt er in één keer stoel door de raam. Of iemand begint in één keer te schreeuwen of valt in één keer stil. Zie je het in het onderwijs heel veel, hè? Kinderen die stilvallen in het onderwijs. Die zitten daar maar op de stoel, zegt de leraar. Hij doet hartstikke goed. Hij luistert heel goed. Weet je, als een kind overprikkeld is in stress, dan denk ik aan jezelf, zeg, als je geen autisme hebt. Als je stress hebt, dan kun je niet meer nadenken, hè? Dat werkt niet meer. Dus denk je dat die kinderen dan iets leren? Nee, natuurlijk niks. Er komt niks meer uit voort. En wat zie je uiteindelijk in de praktijk? Wij zien dan heel veel mensen met autisme. En die zien we in stresssituaties. Dan gaan we ze op die stresssituaties beoordelen. En wat zie je bij stress? Dan ga je juist autistisch gedrag tonen. Dan ga je autistisch doen. Dus dan wordt alleen maar diagnose bevestigend. En dat is raar, want vaak willen we dan juist heel veel hulp verlenen. Ik ben vader van een zoontje met autisme. En ik heb echt, hij is recent naar de basisschool gegaan, kreeg een diagnose toen hij 2,5 was. En na uiteindelijk wat struggles kan hij naar een reguliere basisschool. En hij ging naar die basisschool en wist, oké, dit gaat eens even terugvallen. Een ander moment voor hem, hè? Dat is een transitiemoment. Je moet even andere dingen leren. Dus het gaat moeilijk van hem worden. Het gaat veel energie kosten. Maar wat wilde die hulpverleners toen in die tijd? Ja, de ergo, even voor ouders misschien. Als u het woord niet kent, is het niet ergo. Maar de ergotherapeut wilde dan een afspraak met hem maken. En de diëtist om te kijken dat hij meer ging eten. En dan wilde de thuisbegeleidster ook nog. En de wijkcoach wilde ook nog. Moet u voorstellen, in dat moment, hè, hij was er helemaal op. Hij was ook nog langs al die mensen. Zo vind ik dat al niet goed voor een kind van 4 langs zoveel mensen gaan. Dan denk je, goh, ik heb veel vrienden. En ik kan beter vrienden maken. Nee, maar dat is echt waar. Je lacht erom. Maar heel veel mensen hebben zoveel hulpverleners. Dus ze denken, goh, ik heb heel veel vrienden. Groot sociaal netwerk. Dus ik heb toen gezegd, ik heb al die afspraken afgezegd. Ik zeg, laat me eerst eens wennen aan die school. Anders zien we straks een veel autistischer kind dan hij daadwerkelijk is. Want als je in stress bent, dan laat je helemaal veel meer autisme zien. En als je dat naar mensen vertaalt die wat ouder zijn, dan zie je over het algemeen op die transitiemomenten dat er veel minder regie is, veel minder mogelijkheden zijn. En dan ga je ook het autisme. Moet je mij niet tegenkomen in mijn stressvolle moment. Kan je niet meer aankijken, staat hij nou leuk te lullen hier voor de zaal. Kan je niet eens aankijken, ik snap de dingen ook niet. Ja, Gijs, je moet de rode draad even in het gesprek houden, zie ik altijd zo'n rode draad hangen zo. Ja, je moet je wel openstellen voor een ander. Nee, ja. Stress is. Ik denk aan de eigen stresssituatie. Ja? Wat stress met je doet. Loop je vast, heb je geen regie meer. Dat is nou juist een hip woord bij gemeentes. Hè? 10 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden. Was ik een van de ambassadeurs van het project Autisme en Eigen Kracht. Wat eigen kracht dan was, hè? Eigen kracht is eigen regie. Dat je ook nog dingen zelf kunt. Komt uit de patiëntenbeweging. Dus als patiënt ook nog zelf niet meer kunnen. Ik
gaat ervan uit dat de ene partij ziek is en de andere gezond, zeg maar. De gedachte is heel erg mooi. En ze kijken wat kunnen mensen in je netwerk nu rondom je heen, kunnen die meedenken naast de professionals. Ondertussen is 10 jaar later zijn we bijna, het is, ik weet niet of u wel formulieren van de gemeente invult of van die plannen, dan staat er zo'n vinkje op, heeft u ook eigen kracht? Dan hoef je alleen maar aan te vinken tegenwoordig. Dat hebben we helemaal gesimplificeerd, hè? Het is heel raar hoe dat soort dingen gaan. Regie, natuurlijk ieder mens heeft regie, ieder mens heeft ook recht op regie. Het is weer een moment om vragen te stellen uit de zaal. Aangezien die dan nog niet komen, doe ik even mijn favoriete vraag. Ik ben namelijk ook gastdocent op de Radboud Universiteit. Dan geef ik les ook aan psychologen en GZ-psychologen. En er mogen mensen van tevoren al vragen stellen. Dat vind ik altijd leuk, dan kan ik de presentatie daarop aanpassen en plaatjes bijzoeken. Maar deze vraag, natuurlijk. Snap van haar handelingsverlegenheid. Maar ik vond het wel heel grappig. Wat is nu een prettige manier om iemand te laten, met autisme te laten merken dat je hem of haar aardig vindt? Oh, wat een schattige vraag. Sorry, ik wil niemand belachelijk maken. Maar ik vond het zo, ik denk, oké. Hoe doe je dat normaal menselijk? Dat is weer zo'n thema waar we de hele avond nog over discussie kunnen. Want iedereen heeft dat op zijn eigen manier. Iedereen laat het op. En gelukkig is de menselijke diversiteit, hè. Stel je voor dat we het allemaal hetzelfde zouden doen. Dat allemaal nog net zoals vroeger op de basisschool zo'n briefje zou schrijven. Ik vind je leuk, dan moesten we dat zo doorgeven aan elkaar, weet je wel. Kunt u nog herinneren? We zijn wel over ontwikkeling, hè. We zijn er allemaal wel wat verder in gegaan. Dus ik dacht, ik moet dat meisje toch daarover na laten denken. Dus heb ik een plaatje voor de gezocht. En ik heb haar de uitleg niet gegeven die ik jullie nu geef, maar ik zeg, nou, je moet een truitje aandoen, dat je een beetje inkijkt, je moet lachen en je moet eten voor ze meenemen. Die autisten eten allemaal graag. En ze keek me in eerste instantie aan, alsof het een serieus antwoord was, want ze wilde het nog even overwegen. Ze zag ze de mensen rondom me heen lachen. En toen het stapte ze eigenlijk van, oké, dit is ja, ik zeg, dat heb ik ook uitgelegd, wil je niet beledigen. Ik wilde gelijk ook één ding aan je uitleggen, wat betekent een sociale druk rondom je heen te hebben. Hè? Want zij voelde nou een soort bouvas om als persoon met autisme, als je soms iets anders doet vanuit je andere ontwikkeling, om dan uitgelachen te worden. Dat is 2 lessen in 1 les, zeg maar. Nee, maar als u vragen heeft, stel ze gewoon hoor, ik ga jullie niet standaard uitlachen. Voor mij zijn er geen rare vragen. Een belangrijk ding wat ik vind is attitude. Ik heb het al eerder gezegd, ik laat het nog even terugkomen. Die nieuwsgierigheid naar elkaar. Want het zou dus echt verrekt en makkelijk zijn. Als ik u vanavond allemaal zo'n uitgebreid plaatje meegeef. Dit is autisme en zo moet je doen. Raak ze niet aan. Maar door daarover in gesprek te gaan, of met ouders in gesprek te gaan, als kind er nog niet kan, dan creëer je veel meer mogelijkheden. En nieuwsgierigheid komt voort uit het niet weten. Weet je, we hebben een maatschappij waarin wij denken alles te weten. Stel dat even voor, hè. Want wij denken dat we alles weten, ook over het autisme. Dat zou heel erg raar zijn. Dan kun je beter in gesprek gaan met elkaar. Het was het raar gedrag of anders gedrag. Ik hoop inmiddels dat het uw ander gedrag is. Ja, mag ik even handen zien? Waar is het ander gedrag geworden voor wie? Ik zag daar 1 klein vingertje. Dank u wel, mevrouw. Wat? Het was al anders. Oké, het was het al anders. Mag ik dan handen zien waar het al anders voor was? Oké, kijk. Heb je de verkeerde vraag gesteld aan het begin, hè? Ja. Ik wil 1 ding met jullie delen. Het is best wel mijn advanced ding, want die heb ik echt een hele lezing over. Maar dit laat ongeveer zien waar we naast de andere ontwikkeling vaak tegenaan lopen. Want weet u, autisme, dat is gedrag, hè? Daar hebben we het al de hele avond over. Dit plaatje staat overigens dus een belangrijk hoofdstuk in het boek Plan B. Het belangrijkste wat wij uit autisme beschrijven is het gedrag van mensen. Iemand doet dit of de dat, of wij zien dit of de dat en dat interpreteren we weer. Ook de meeste therapieën en dingen van
vanuit autisme wat we doen, is gericht op gedrag veranderen. Ik durf hier te werken. En dat is echt mijn revolutionaire therapie voor autisme. Eigenlijk voor elk nadelig gedrag. Ik kan iedereen nieuw gedrag aanleren. Met een stroomschokwapen. Klinkt heel erg cru, hè? Maar weet je, wat wij, zo reageren we al vaak naar autisme. Wij willen heel, heel graag bepaald gedrag aanleren. We hebben zelfs sociale vaardigheidstrainingen. We hebben het net geleerd, als iemand sociaal-emotioneel nog niet zo ver is, dan kan hij dat niet. Toch gaan we mensen leren dat ze dan maar handjes moeten geven. Nee. Ik heb netwerkborrels georganiseerd voor mensen met autisme. Ik word ook bijna gestart in Tilburg, maar we hebben een hele hoop plaatsen in Nederland. In, wat zit hier dichtstbijzijnde Eindhoven, geloof ik, of zo. Ik ben daar geen voorzitter meer van, maar ik heb het idee bedacht, heet iets drink. Dus kijk even voor de borrels op ietsdrinken.nl. Of kan het wel reclameblokjes. Maar daar kwamen dus jongens binnen die een heel mooie sociale vaardigheidstraining hadden gehad. En het is heel erg tof om sociale vaardigheidstrainingen te hebben. Dat was nog een tijd dat er nog maar één vrouw met autisme was op zijn naam. Misschien heb je het ook een keer meegemaakt. Maar dan, die kwam er binnen en die ging meteen naar die vrouw toe. Hallo. Hier ben jij? Ja, ik ben Mariska. Oh, hoi, ik ben Teun. Hoe oud ben je? Oh, ik ben zoveel. Oh, en heb je een vriend? Ja, oh, oké. Okay. Ik is weg. en natuurlijk, poging is goed, hè. En het is niet bedoeld om iemand uit te lachen. Maar als er geen motivatie achter zit van iemand, is ook niet iets ontwikkelen, hè. Dus wij leren mensen gedrag aan. En als het nou echt niet lukt om mensen gedrag aan te leren, wat gaan we dan doen? Dan gaan we de omgeving aanpassen. Hoe doen we dat? Dan maken we een prachtig picto-schema. Er zijn de meest rare picto's wel te vinden. Er zijn picto's voor maaltijd. Met iemand met zijn hoofd zo en dan met zo'n vork. Die gaat dan zo in de mond in. Ik dacht echt dat dat een picto was voor suicidaliteit. En nee, plaatjes moet je aanpassen aan de belevingswereld van iemand. Ik zet ook picto's in. Hè? Als ik studenten heb die een bepaald vak niet leuk vinden, dan zeg ik altijd, heb je een supermodel wat je leuk vindt? Dan zeg ik altijd wel ja. Dan gaan we samen naar de kopieerwinkel. Dan printen we dat supermodel heel groot uit. En dan kaften we daarmee het boek. En dan heeft hij daarmee wel weer zin in een vak. Dan heb je zin om dat boek aan te pakken. Dan ga je het op een hele andere manier bekijken. En picto's is natuurlijk goed, hè, visuele ondersteuning. Loop hier vanavond even terug door het ziekenhuis. Het is hartstikke goed dat wij visuele ondersteuning hebben. Dan zien we pijltjes en we hebben nog zo'n banner neergezet van de NVA. Hartstikke goed, want dan weten we dat we hierin moeten lopen. En op allerlei manieren is dat goed. Maar als het niet meer kloppend is, zelf worden die banner van de NVA nu 2 afslagen verderop zetten. Is het niet meer klopt. En dat is wat we vaak doen bij visuele ondersteuning. Ja, die autisten die hebben een visuele ondersteuning nodig. We plakken er wel een paar picto's op. Ik ben wel eens op zo'n ruimte geweest. Zo'n mooie grote kast met speelgoed. Kinderen met autisme. Zitten er op zo'n trein. Pictootje van zo'n trein. Daar zit de trein. Doet het deurtje open. Zit er Lego in. Een picto opgezocht van de Lego. Ik zal daar de trein wel zitten. Nee hoor. En toen voor een kastje open staat een teddybeer op. Er zitten allemaal bolletjes wol in. Ik denk, daar moeten we een teddybeer nou voor maken. Ik snap er niks van. Ik denk, we maken het soms alleen maar onduidelijk. Hè? Dat we gaan proberen om die omgeving aan te passen. Die omgeving die vindt ook van alles. Dat is onze maatschappij sowieso. Voor waar je moet zijn op een bepaalde leeftijd en wat je moet doen. Terwijl ik bij steeds meer mensen zie waar wij gedrag aan proberen te leren. Laat ik een heel concreet voorbeeld geven. Een man die bij mij kwam, die kwam stilzwijgend binnen op mijn kantoor en die legde een A4'tje voor mijn neus neer. En een rij met communicatiecursussen. Ik heb natuurlijk een boek geschreven over autisme en communicatie. Ik ben geen communicatie-expert. Ik zeg,
klas het zo door. Ik zeg, wat is je probleem? Ik denk, doe ik even standaard GGZ. Wat is je probleem? Waarmee kan ik je helpen? En die man zegt, ja, ik kan niet communiceren. De man heeft zich tijdelang gedrag proberen aan te leren. Maar hij heeft de overtuiging dat hij niet kan communiceren. Komt vermoedelijk voort uit zijn autisme. Maar moet hij niet met gedrag aan de gang? Dat heeft hij al jaren gedaan. Hij heeft superveel aangeleerd. Hij heeft superveel capaciteit ook aangeleerd. Ik ken allerlei communicatietheorie. Ik heb nog veel geleerd van die man. Ik zeg, uiteindelijk zou jij de helft moeten teruggeven. Ik heb maar één ding gedaan. Ik heb tegen je gezegd van, je hebt volgens mij ben je ervan overtuigd dat je niet kunt communiceren. Als je nou ergens anders van overtuigd zou zijn. Maar met overtuigingen doen wij vaak op gedurende ons leven, dat je van bepaalde dingen overtuigd bent, en die zijn zo hardnekkig, want die bepalen ons gedrag. En dan heb je nog zo'n dingetje als identiteit. Veel mensen hebben die identiteit, ik ben autist, ik krijg altijd zo'n Facebook reclame. Daarbij wil ze echt tegen mij zeggen, ik ben autist, dat is een van de website. En dan denk ik, nee, ik ben geen autist. Want als je autist bent, dan is dat het enige wat je bent. Kennen jullie Badahari, heet hij, die bokser? Die was altijd bokser, hè? Die is altijd bokser. Zie je wat er mis is gegaan, hè? Zelfs buiten de ring stond die mensen op hun bek. Dat was gewoon, nee, maar dat was zijn identiteit geworden. En dat is waar het misgaat, ik ben autist. Je kunt dus geen vriend meer van iemand zijn, of familielid, of vader, of een broeder, of werknemer, want dan ben je altijd autist, dat is altijd de hoofdrol. Zo, helemaal serieus nemen. Het autisme is daar wel een deel van je. Maar je bent geen autist. Je laat autisme gerelateerd gedrag zien. Maar dat is altijd zo'n lange zin. Ze zeggen iedereen, ik ben autist. Ik zeg altijd liever mensen met autisme. Want dat heet zelfs in het Amerikaans heet dat people first language. Je zal het de mens benoemen. Het is belangrijk, identiteit. Identiteit te zien van wie ben je nog meer. Heb je ook een stuk nodig in ontwikkeling, hè? Identiteitsontwikkeling. Het is ook nog een heel geavanceerd gebied. Wat in de kleutertijd al begint en langzaam kan doorlopen naar je puberteit. En uiteindelijk weer veel later in je adolescentie en tot einde komt. Ik ben veel mensen met autisme die daar vragen rondom hebben. Ik kijk ook naar missie. Missie is ingewikkeld, hè? Wat wil je nu in je leven? De meeste van mijn klanten die komen eigenlijk bij mij omdat ze niet weten wat ze willen met hun leven. Ken je de film Alice in Wonderland nog? Voor de mensen, maak even handen zien, we doen toch over weekendfilm Alice in Wonderland. Ja, er zit een hele belangrijke scène in. Misschien kun je me helpen, want ik vergeet telkens. Want Alice die loopt op een gegeven moment, die komt volgens mij dat konijn met die horloge tegen. En die vraagt dan op zo'n kruispunt, is dan met heel veel wegen. Zegt, waar moet ik naartoe? Vraagt ze aan die konijn. Volgens mij is het konijn, hoor. Dus ik daar geen interessant. Waar moet ik naartoe? Zegt de konijn, waar wil je naartoe? Zegt Alice terug, ja, dat weet ik niet. Maar zegt de konijn, dat maakt ook niet uit waar je naartoe gaat. Dus missie is zo belangrijk in ons leven. Als je niet weet waar je heen wil, dan kom je nergens bij uit. Maar missie vinden we vaak ingewikkeld. Missie kan ook zijn in het weekend een cake bakken. Dus als je in het weekend niet weet wat je moet doen, lig je anders op de bank. Maar wij vertalen vaak naar een heel groot doel. En dat zeggen we dan vaak bij een kind met autisme. Ja, mama, ik wil later voetballer worden. Hoor de moeder of vader al bijna zuchten. Maar gaat het niet worden, weet je wel. En misschien gaat het hem nog niet worden. Nog niet, hè? Dat is een heel belangrijke nuance. Misschien nog niet worden. Want je ziet toch hele andere dingen bij je kind. Tuurlijk. Je ziet toch ook dingen waar, daar loopt hij wel heel erg tegenaan. Maar wie zou je iemand zijn dromen afnemen? Ik vond het heel erg raar om te beginnen te zeggen als iemand een diagnose krijgt, hé, dat zal je nooit gebeuren. Dus ik zou dan denken, ik ga nog wel altijd in die mogelijkheden. En misschien word je geen voetballer meteen.
Er zijn heel veel kinderen die kunnen niet eens in zo'n team spelen. Laten we ook eerlijk zijn. Hè? Als je bepaalde sociaal-emotionele vaardigheden niet hebt om alleen al te weten wanneer je moet stoppen met schoppen. Ik noem hem even heel kort door de bocht. Dan kun je in zo'n team nog niet meedraaien. Maar als die jongen heel graag wel voetbal misschien wil, vindt hij het ook wel leuk om gewoon alleen mee te trainen. Of misschien vindt hij het ook wel leuk om die vlaggetjes neer te zetten van het voetbal. Ga kijken of die mogelijkheden zodat iemand stappen maakt daar naartoe. Ik denk vaak heel erg groot. Dus dan hebben we over meedoen. We leven in een participatiemaatschappij. Ik geloof dat iedereen zijn missie daarin mag volgen. En daar nog wel tegenaan lopen, zeg maar. Dit is voor mij echt een superbelangrijk model, omdat het laat zien dat je dus anders kunt kijken naar dingen. En het laat zien dat heel veel mensen vastlopen op overtuigingen, vastlopen op een beperkte identiteit. Ik ben autist, dus ik kan het niet. En dat heel veel mensen niet weten wat hun missie is. Waar ze warm voor worden, waar ze naartoe gaan. En wat zijn wij aan het doen? En ik ben er ook onderdeel van, hè? Van met mijn hulpverlenertje coach spelen. Ik degradeer mezelf weer even, maar waar zijn wij mee bezig? Met gedrag aanleren. Als we heel erg geluk hebben, capaciteit aanleren. Als we ongeluk hebben, gaan we de omgeving aanpassen. Yo, geef me de 5, mensen. Niet iedereen snapt die grap. Mijn zoon die is nog steeds wel regelmatig ziek, want de middelbare school is echt gigantisch vaak. En op HIT vond ik het heel moeilijk, want er belde scholen, dan was hij alweer 2 weken ziek. Ze waren met mijn kinderen heel vaak ziek, en vaak meer dan 6 weken per schooljaar. En iedere keer naar de huisarts, maar er kwam er niks uit, dus ja, dan kan je ook niet meer. Dus belde school weer een keer, we hebben al naar de dokter geweest, dus ik ben toen naar de dokter gegaan en de vraag. Wat moet ik nu? Want de school wil ook dat er iets gebeurt. En toen heeft de dokter een doorverwijzing gegeven naar Ampura, heette dat. Mijn zoon is helemaal doorgelicht, allerlei onderzoeken, psychologisch. En de conclusie was, niet mijn zoon die moest iets veranderen, maar de school. En mijn zoon kon aangeven wat had hij nodig. Hij had extra tijd voor proefwerk. Als hij ziek was geweest, dat hij een leerkracht nog mee van uitweg en dergelijke. En met die extra toezeggingen, want school ging er prima in mee, het was heel meewerkend, was het probleem opgelost en werd men zo minder vaak ziek. Dus het kan ook heel positief zijn op een normale manier aangepast. Een goed voorbeeld dat je geeft van soms kleine veranderingen in de omgeving nodig zijn. Ik zeg dit met name om een basisattitude die er vaak is, als we nu voor mensen met autisme maar de hele omgeving aanpassen, dan komt het wel goed. En natuurlijk, we hebben veiligheid nodig, en dat geldt voor menselijke waarde, hè? We hebben allemaal veiligheid nodig om onszelf te ontwikkelen. Ik had voor je zoon op school gezien, hij kan zich hier niet ontwikkelen, wij moeten een onderwijsvaardig kind afleveren. Dus wij moeten zorgen dat hij zich kan ontwikkelen. We gaan veiligheid creëren. Is hartstikke goed, maar wat wel belangrijk is, dat vind ik een belangrijk beeld. Kijk, als we hier de persoon met autisme zou staan, daar de persoon zonder autisme. Is die persoon zonder autisme, die mensen, is die altijd helemaal de brug over moeten? Als het zo'n brug zou zijn. Tot 100% over die brug, die moeten alles maar aanpassen. Soms is dat misschien nodig. Maar ik denk ook wel dat het eerlijk is dat die persoon met autisme, dat die ook een stukje de brug op gaat. Ja, maar die heeft toen verteld, maar ik vertel meer in general. Daar zit mij die gelijkwaardigheid in. Want anders blijf je hully en sully behouden en ik weet niet of we daar beter van worden. Blijkbaar zijn we soms wel handelingsverlegen om daar iets over te zeggen, maar wil je echt gelijkwaardigheid maken, dan is die brug daar echt essentieel in. En de ene keer loopt die persoon zonder autisme misschien 80 en die met autisme 20. En het allermooiste is als we af en toe een keer allebei 50% lopen.
dan ga je aan iets bouwen, zeg maar. Ja, ik zag al. Ja, nee, maar daar zit hem ook. Daar zit ook de ontwikkeling en de groei. Ja. Als je gaat conceptualiseren, dan maak je iemand heel behoorlijk. Ja, dat is het systeem uiteindelijk wat door de omgeving zo te creëren. Maar mensen zorgverslaafd, zoals dat ook wel hospitaliseerd of getemperd. Ze blijven vastzitten in het systeem. En dat is wel een ingewikkeld iets. Want enerzijds geeft het systeem je ook veiligheid. En in deze tijd van bezuinigingen wil je zorg niet kwijtraken. Dus dan zorg je wel dat je in die omgeving blijft zitten. Want anders raak je zorg kwijt. En zie je dat dan allemaal zo ooit in die molen van de gemeente te komen. Neem aan dat het hier in Tilburg niet anders is dan in de rest van het land. Nee? Oké, even een grote check voor de zaal. Dus daarmee komen we er niet eigenlijk. Dus brugbouwen, essentieel. Want een belangrijke nuance die je zegt, heeft te maken met een stuk ontwikkeling ook. Je moet ook ik ander weten. Als je niet over wie je zelf bent weet, en ook niet van de ander weet, ja, dan kun je nooit die brug op. Dus het gaat wel anders. Dan moet je mensen wel soms aan de hand meenemen. Maar dat is een beetje het kwalijke wat ik heb. Ik maakte net al een grap over Geef me de Vijf. En een van mijn goede voornemens voor dit jaar was om meer over Geef me de Vijf te gaan hebben. Omdat het, je kent u de methodiek Geef me de Vijf. Mag ik even handen zien, heel spontaan? Ja, iedereen kent de methodiek Geef me de Vijf wel. Het is op zich heel praktisch, zeg maar om 5 punten te noemen. Wie, wat, waar, wanneer en hoe. En dan heel duidelijk te zijn voor iemand met autisme. Maar je past heel die omgeving aan. Heeft iemand misschien nodig op bepaalde momenten om zich te ontwikkelen? Een van de kritische punten in het boek is dat je emotie nooit moet benoemen. Ja, dat wordt tussen de regels ook, ik zie hier iemand, hè? Ja, emotie, dat is te vaak voor mensen met autisme. Wat daar letterlijk in gezegd. En kijk, mijn nuance daarin is, ga je gedrag aanleren? En ik was vroeger ook van de stroom gedrag aanleren. Ik heb daar ook trainingen in gegeven. Dus blame it on me. Maar, of ga je gedrag ontwikkelen? En zorg dat de juiste faciliteiten zijn om jezelf te kunnen ontwikkelen. En Geef me de Vijf gaat heel erg op dat gedrag aanleren. En als we die omgeving maar genoeg structureren voor die autisten, dan blijf je altijd afhankelijk van iemand die je kan structureren. Dat vind ik raar. Want daarmee kunnen we eigenlijk een soort hondentraining doen voor mensen met autisme. Oh wacht, die is al ontwikkeld. Dat is EBA. Tegenwoordig wordt er een slap aftreksel van de EBA door onder andere karakter aangeboden. Die PRT. Ik ben echt wel radicaler geworden dit jaar, denk ik. Maar PRT is een soort straf- en beloningstherapie waarmee je kinderen met autisme gedrag aanleert. Wat als iemand dat nog niet heeft? Dat stukje om zich te ontwikkelen. Gaan we dat gedrag aanleren? Dan kom ik weer terug op meerdere opmerking. Ik kan iedereen gedrag aanleren met een stroomschokwapen. Ik denk, oké, dit is wel nuances en belangrijk als we kijken hoe we met onze kinderen omgaan. Ook belangrijk als we kijken in het licht van het VN-verdrag. Waar we goed moeten zijn voor mensen met kwetsbaarheden in onze maatschappij, dat hebben we getekend. Door voor de hele wereldbevolking. Is dat dan nog passend? Ik weet het niet. Wilt u alleen maar meegeven? Ik wil niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik wil u alleen nalaten denken over bepaalde dingen. Want ik weet ook, wij stappen soms gewoon in dingen. En uiteindelijk, je wil uiteindelijk een oplossing voor je probleem. Het allermooiste boek wat ik ooit heb gelezen, is niet van een autisme-deskundige hoor. Dat is van een psychiater, ik weet niet eens meer hoe die heette. En er stond in, mocht je dit boek hebben gekocht omdat je een snelle oplossing van je probleem wilt, dan geef ik je het volgende advies. Koop een ticket naar de Bahama's, 10 kratten sterke drank, nodig een paar hoeren uit en ga de eerstvolgende zoveel tijd op vakantie, zuip jezelf helemaal al en heb feest. Een snelle oplossing voor je probleem. Maar hij zegt, het is geen lange termijn oplossing.
En daar willen wij hele snelle oplossingjes hebben. En dat is ingewikkeld. Maar dit is leuk om een keer te vertellen hier. Want kennen jullie hem toevallig? Dus Gijs Franken komt hier ook uit Tilburg. Die heeft de Blauwe Zondag opgericht. Blauwe Zondag kennen jullie dat wel? Ja, dat is een kermismeeting op de Tilburgse kermis. En het grappige was, het eerste jaar toen was ik daar ook. Zeg ik tegen Gijs voor de grap van dit moet je Blauwe Zondag noemen. En toen een jaar later, toen stonden er een keer flyers met Blauwe Zondag en zo. Dus dat was wel, vond ik wel heel erg grappig. Maar die dag was er ook een journalist bij ons. En want wij gingen met een aantal mensen met autisme dus over de kermis heen. Tilburgse kermis. Echt hilarisch dat ik dit ooit hier kan vertellen. En ja, ik heb zelf ook mijn rolletjes, zeg maar. En er kwam een journalist, en die was al een beetje kalend. En die journalist die kwam naar me toe en die zei, hoi, heb je ook die stoornis? Waarop ik tegen hem zei, ja, en alle kale mannen zijn impotent. Dat is een beetje lullig, want normaal zit er altijd wel één kale man in de zaal, maar nu zit mijn vader als enige kale man in de zaal. Dus, je zit nooit bij dit verhaal in de zaal. Maar ik zei tegen hem, alle kale mannen zijn impotent. Waarop hij me aankeek, goh, nou ja, dat zal dan ook wel bij die stoornis horen. Maar ik leuk met die man in gesprek, hè, over de kermis. Ik hou er normaal niet van, maar ik vind het toch wel leuk. Ja, al die jaren dat ik in Tilburg woon, nooit over de kermis geweest, kom je terug om een keer daar wel over de kermis te gaan. Maar het gaat over autisme en dat was gezellig. En ik stelde me ook voor aan al die mensen met autisme en leerde hun ook kennen, zeg maar. En, maar ik zei iedere keer weer tegen me tussendoor, zo alle kale mannen zijn patent. En dan keek hij wel zo van, slaat dit nou wel op, weet je wel. En, dat denk je misschien ook wel, wat heeft hij? En, maar leuk, ook even op het terrasje gaan zitten, want ik ging nog een hapje eten en zo, biertje erbij. Zeg gezellig, af en toe alleen, hé, hey, alle kale mannen zijn patent. En hij had me ook al verteld, tussendoor, van, ik heb een nieuwe vriendin. En dan blijf ik straks slapen. Dus ik moet niet te veel bier drinken, had hij al gezegd. Ik zei, nee, dat is goed, ik drink ook niet te veel en zo. Dus het is een relaxe sfeer. En dan was ik gewoon open over de dingen waar hij tegenaan liep in zijn leven. We zaten echt met een grote groep mensen met autisme een leuk gesprek te voeren eigenlijk. Wat voor iedereen echt gangbaar was. En telkens kwam mijn opmerking weer tussendoor van alle kale mannen zijn impotent. En toen we afscheid namen, ik gaf mijn hand en zei, wat denk jij nou vanavond als je bij je vriendin in bed staat? Zei, ja, ik zat er nog even aan die opmerking van jou moeten denken. Toen keek hij me aan in mijn hoofd. En toen zei ik tegen hem, ja, dit is precies wat jij doet. Door zo'n tegen mij te zeggen, heb jij ook die stoornis? En ze maar je hele leven lang blijft horen, je hebt een stoornis, een beperking, een aandoening, een ziekte, een handicap. Al die dingen die de maatschappij je oplegt, ga je op een gegeven moment niet meer in jezelf geloven. Dan ga je jezelf zien als ziek. Als je geen mogelijkheden hebt. En dat is hetgeen wat je plat drukt. Ik geloof dat taal heel erg is die onze ervaring kadert. Die onze mogelijkheden beperkt. Dus ik wil jullie uitdagen om alleen het woord autisme te zeggen. Het is alleen al zo moeilijk om dat uit te leggen. Dat ze aan uit te leggen wat een beperking, aandoening krijg ik altijd jeuk aan mijn been. Dat komt tot huidaandoening, maar dat is puur persoonlijk. Met de staal die ons ervaring kadert, dat vind ik belangrijk. En als ik u nog één ding mag meegeven, is daar waar u altijd misschien eerder heeft gezegd, ik kan het niet, er is geen mogelijkheden. Mijn kind kan het nog niet, of die cliënt kan het niet. Zeg dan, je kunt het nog niet. Want hou je de mogelijkheden altijd open. Want dit jongetje hier, ongetwijfeld, kan dit gewicht nog niet optillen. Maar ik moet nog steeds een foto opzoeken, maar hij is later een goede bodybuilder geworden. Dus er zijn altijd mogelijkheden. En in kleine stapjes. En net zoals deze jongen moeten we soms onze ontwikkeling afwachten. Ik wil je bedanken voor vanavond. Mag het nog vragen zijn, dan beantwoord ik die zeer graag. En anders wens ik u een hele fijne avond. Maar ik verwacht dat er nog wel vragen zijn. Mocht u mijn verhaal willen terugvinden over hoe het mij persoonlijk is vergaan,
staat op YouTube. Dit was ongeveer in de tijd van Tilburg. Laat ik mooi over om dat er op YouTube terug te zien. Mocht u verder willen lezen, kunt u mijn boek bestellen via mijn website. En wat doen we zo? Zijn er nog meer vragen? Het is. Iedereen zit gewoon stil. Zijn er momenten dat jij bewust kracht van anderen inzet? Bijvoorbeeld voor het maken van zo'n presentatie. Want ik kan me voorstellen dat je hier en daar ook graag hulp van anderen hebt. Zijn er momenten dat ik bewust hulp inzet? Bewust andermans positieve kwaliteit in. Tuurlijk, ik denk dat we allemaal doen. Ja, maar daarom trek ik het even naar als onderwerp bijvoorbeeld deze presentatie. Of een presentatie. Nee, deze presentatie heb ik helemaal zelf gemaakt. Eigenlijk al mijn presentaties. Mm-hmm. Als het dan komt op uitvoering. Ik heb Jeroen bijvoorbeeld nu uitgenodigd in categorie perfectionisme. Dat ik gewoon leuk vond dat er ook een muziekspeler aan het begin was en in de pauze. Maar dit is wel wat ik allemaal zelf maak. Ik kan je wel een ander voorbeeld geven waar ik mensen in gezet heb. Ik heb wel een boek geschreven, maar ik vertel het niet vaak. Dus het is een geheimje. Wacht, kom maar even een beetje. Het is een beetje een geheimje. Soms gaan de beelden in mijn hoofd zo snel dat ik de dingen voor het boek heb ik vaak aan iemand verteld die heel snel kan typen. Nee. Die typte er dan gewoon in. En dan controleerde ik het later of het wel helemaal mijn woorden waren. Maar dan kon ik wel sneller werken. Dus er zit talent van anderen in. Dat is een beetje wat jij bedoelt. Ja, dus, ja. En bij andere mensen het ook gehoord. Is je vraag zo goed beantwoord? Jawel. Jawel, jij wil nog wel diep op antwoorden, maar... Ja, dat is goed. Een rondje met jou. Ja, nou durft niemand meer. Dat denkt iedereen al. Ik kom naar een knop. Nog andere vragen? Nou, dan wens ik je een heel fijne avond. Dank je.